De Woerdse koeienmarkt staat weer voor de deur. En dat betekent dat veel veehouders in de regio zich opmaken voor de traditionele koeienshow. Het gaat goed met de voorbereidingen. We hebben nog even de tijd en de koeien doen het goed. Oefenen is belangrijk, zeker voor Toos van Soest. Het boerenlandleven werd er met de paplepel ingegoten. Ja. Maar mede naar de koeienmarkt, dat heeft ze nog nooit gedaan. Ik heb vorig jaar na een paar biertjes aan iemand van de organisatie gevraagd van nou, wanneer worden wij nou eens een keer uitgenodigd om mee te doen met de koeienmarkt? En dit jaar werden we daaraan herinnerd. En toen konden we niet meer terug. En wie A zegt, moet ook B zeggen. Onder toeziend oog van enkele zusjes worden er deze dagen dan ook heel wat meters afgelegd. Ja, je bent een toppetje. Ik denk dat ik tijdens de keuring hier bovenop ga zitten. Zo mak wordt hij in hele korte tijd. Er worden rondjes gelopen, er wordt gewend aan het touw en er wordt gepoetst en geschopt. Goed hè? Ik ben er echt heel trots op zo. En voor het eerst mag Toos er zelf aan geloven. Gaan we het nog even proberen. Met de koe aan de hand, rustig een stukje lopen. Voor de show en de keuring. Kam. Oh. Kom maar beestje. Ja, even oefenen. Maar de aanhouder wint. Na weer een dag oefenen is er volle tevredenheid. Als je nou kijkt wat ze de afgelopen dagen al vooruit zijn gegaan, de koeien, dan ben ik daar heel trots op. Ja, dat doen ze toch maar wel eventjes. Onze beestjes. En met een tevreden gevoel stappen de dames binnenkort het centrum van Woerden binnen. Voor de Woerdse markt. De koeienmarkt.